Beste mensen, leuk dat u kijkt. Vlog 8. Hey, leuk dat je kijkt. Welkom terug bij de vlog. We zijn weer terug van het reces, alweer een tijdje bezig. We hebben een prachtig reces gehad met leuke dingen, maar ook mooie werkbezoeken heb ik gebracht. Bijvoorbeeld aan de grootste plastic verwerkingsfabriek van Europa. Staat gewoon in Sittard, is toch fantastisch. Maar ook mocht ik meerijden met een oldtimer rit, een tour door Zuid-Limburg. Dat was ook fantastisch. En ik ben bij de hopfeesten geweest van Gulpenaar. Dit is hop en daar maak je bier van. En nog veel meer. Oh ja, wat we ook hebben gehad is Prinsjesdag. Zal ik je daar eens even wat van laten zien? Kom mee. We staan hier op het Binnenhof. En op Prinsjesdag komen de koning en de koningin met hun koets hier rijden. En het hele plein staat dan vol. En dan stappen ze uit daar bij de deur van de ridderzaal. En dan leest de koning de troonrede voor. En als kamerlid mag ik altijd één speciale gast meenemen. En dit jaar heb ik mijn dochter Loki, ze is 13 jaar, meegenomen om ook mee te luisteren naar de troonrede. Ja, en daar staan we dan, vlak voor de troonrede. Spannend. Ja, echt cool. Allemaal mensen die er heel netjes op staan en achter ons de troon. Hier zitten dadelijk de koning en de koningin. Prachtig. Welkom bij de rubriek Koppen in de Kamer. We staan hier voor... Nou, de koppen zijn verdwenen. Kijk maar eens hoe dat ging deze week. Op mijn eigen dossier ben ik druk bezig met de Nederlandse steun aan Syrische rebellen. Gewapende rebellen wel te verstaan. Een aantal jaar geleden heeft minister Koenders, twee kabinetten geleden, besloten dat Nederland gewapende rebellen gaat steunen in Syrië. Zonder dat we precies kunnen weten of dat nou good guys of bad guys zijn. En daar zitten vele bad guys tussen. Bad guys die mensenrechten schenden door bijvoorbeeld kindsoldaten in te zetten, woonwijken te bestoken met mortieren, vrouwen te stenigen met hun eigen sharia-rechtbanken. En dat met mede met Nederlands belastinggeld. Vinden we niet goed en ik zoek het tot op de bodem uit. En daarom heb ik een debat aangevraagd met minister Blok van Buitenlandse Zaken, want die is nu verantwoordelijk. Maar eigenlijk ging het om minister Koenders destijds. Die is ermee begonnen, maar helaas voor minister Blok, hij moet het uitleggen nu. En dit gebeurde er ook nog afgelopen week. Ja, vandaag is de sportieve opening van het jaar op het plein hier in Den Haag. Ik heb net zelf, hoewel ik de sportkleding niet aan heb, rolstoeltennis gedaan. Want sporten is belangrijk voor alle mensen in de samenleving. Hoe sportiever we zijn, hoe betere besluiten we nemen, hoe beter we kunnen werken en hoe beter we kunnen leren. Dus ik ben er helemaal voor. Daar is mijn vaderland. Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is niet te geloven! Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. Hey, leuk dat je keek. Wil je me blijven volgen? Heel graag. En geef je opmerkingen. Dat kan via de verschillende kanalen die je hiernaast ziet. En graag tot de volgende keer.